In Impact Nu blijven onze leerlingen aanzetten tot lezen. Er zitten heel wat fragmenten in en boekflappen. Dus hoe meer we daarover spreken en mee in contact komen, hoe liever ze naar een boek grijpen. Daarnaast mogen we, dat is nieuw met de hervorming van ons leerplan, opnieuw analyseren. In de eerste graad gaan we het hebben over personages, over ruimte, tijd en verhaallijn. Dat hebben we op volgende manier opgesplitst. In het eerste jaar bieden wij personage aan, waarbij de leerlingen gaan onderscheiden hoofdpersonage en nevenpersonage. En in het tweede jaar zullen we analyseren hoe het zit met ruimte, tijd en verhaallijn. We bieden dat in één bouwsteen aan. De leerkracht kan er dus voor kiezen om die analyse, verhaalanalyse, te spreiden over bepaalde lesuren in dezelfde week. Je dompelt als het ware je leerlingen onder in die verhaalanalyse. Anderzijds zou je ervoor kunnen kiezen om eerst gewoon met ruimte aan de slag te gaan en dan een aantal andere lessen te geven, waarna je dan deel, tijd en verhaallijn oppikt. De bouwsteen is doorspekt met literaire fragmenten. Dat spreekt voor zich, zowel geschreven als beluisterd. En de verschillende genres komen aan bod. Thriller, fantasy, hier en nu verhaal. Op het einde van die bouwsteen gaan de leerlingen zelf aan de slag en moeten ze verzinnen, creatief schrijven dus. Dat is ook een leuke afronder van de bouwsteen. Ze gaan eerst individueel een aantal verhaalelementen bedenken, zo goed mogelijk, zo sterk mogelijk. En daarna moeten ze met een aantal klasgenoten aan de slag om het beste verhaalelement uit te kiezen. Door middel van dat gesprek gaan ze de kwaliteit van het verhaal verhogen en schrijven ze een hopelijk heel mooie nieuwe verhaallijn.